Lieve kijkers, welkom bij een andere aflevering in de Keuken met G. Ik ben Giulie en fijn dat ik vandaag weer in uw huiskamer mag zijn om enkele recepten met u te delen. Vandaag maak ik in het kader van 1 juli, zoals we kennen, Kitty Kutty, een Surinaams getinte menu klaar. En ik start vandaag met een kippastei. Kippastei is geen onbekende gerecht of onbekend gerecht in onze Surinaamse keuken. Dus vandaar dat ik dit recept met u wil delen. En iedereen maakt op zijn of haar eigen manier. En ik wil mijn manier van kippastei maken met u delen. Wat heb ik allemaal nodig? Ik start natuurlijk met mijn deeg. Ik heb hier wat blom. En ik heb een beetje bakpoeder erin gezet. Dus aan het eind van deze aflevering zult u dan de exact measurement in beeld zien. Dus de exacte hoeveelheid zult u in beeld zien. Maar mijn bakpoeder heb ik al in de blom toegevoegd. Natuurlijk kunt u, ook gebruik maken van zelf rijzend meel. Dus dat is ook prima hoor. Dus dan hoef je dan geen bakpoeder toe te voegen. Verder nog voor mijn deeg heb ik boter nodig. Of margarine, wat u zelf lekker vindt, wat u zelf wilt toevoegen. Dus één van ze of beide, u mag zelf daarvoor kiezen. En hier heb ik een lekker glaasje ijswater, ijskoud water. Gewoon water met ijs gemixt. Verder nog wat zout. Ook een klein beetje zout, zodat je deeg dan ook een lekkere smaakje krijgt. Goed, hier heb ik dan mijn mixer klaarstaan. Ik ga alvast mijn blom toevoegen. Nog een klein beetje. Ja, als we met blom werken, dan snapt u zelf dat je hele keuken onder de blom gaat zitten. Maar is niet erg, zolang het lekker is. Een beetje zout gaat er ook in. Ik zei het al, aan het eind van de aflevering, dan zult u zien hoeveel bakpoeder en zout erin is gegaan. Ik ga even een mes pakken. Ja, ik wil mijn boter nu even in blokjes snijden, zodat het mixen wat makkelijker gaat. En het is op kamertemperatuur. Niet te zacht, niet te koud. En als u geen mixer heeft of u wilt geen mixer gebruiken, kunt u het deeg ook gewoon kneden. Dus het is ook prima. Goed, ik wil dan mijn boter toevoegen aan mijn blom. Ik ga een klein beetje boter laten om dan de vulling van het pastei straks te maken. Oké. Ik ga dan alvast beginnen met mixen. En terwijl het mixt ga ik dan het water beetje bij beetje toevoegen. Dus echt beetje bij beetje. Ja, mors een beetje met water, maar oké, geen probleem.
Zo, lieve kijkers, ik heb zojuist mijn deeg, gemixt. Ik heb hem, zo ziet hij eruit nu. En dit gaat voor, ja, zeg maar een half uurtje in de koeling, in de koelkast, voordat ik hem eigenlijk weer uitrollen of kan uitrollen. Eigenlijk laat je die gluten, je blom eigenlijk een beetje rusten, want ja, je hebt hem daar net flink gemarteld als het ware. Dus nu krijgt je deeg als het ware de gelegenheid om tot rust te komen en rolbaar te maken eigenlijk. Als ik het zo mag zeggen. Goed. Hij ziet er nu gewoon ja, sticky uit, geen probleem. Als je hem in de koeling zet dan, en hij is uitgerust, is hij helemaal anders. En natuurlijk bij het uitrollen zal ik mijn tafelblad ook bestuiven met wat meel. Dus dan krijgt het ook nog meer meel. Goed. Dit gaat in de ijskast, de koelkast, voor 30 minuten minimaal. Natuurlijk, als u het de avond van tevoren kan maken, dan is dat ook prima. Maar ik wilde u laten zien hoe ik de mijne maak. Dus vandaar. Goed, we zijn zo strakjes terug. En om de vulling te maken dan. Zo, lieve kijkers, welkom terug. Ik ga nu mijn pastijvulling maken. En zoals u ziet heb ik een klontje boter in mijn pan gedaan. Ik doe de pan, of doe het vuur nu aan. Ja, ik doe het vuur nu aan. Ik heb zojuist al een klontje boter gezet. Dat wat ik eigenlijk had achtergelaten. Van mijn deeg, ja. Dus die is in de pan en we wachten dan heel even totdat de boter is gesmolten om vervolgens de andere ingrediënten toe te voegen. Ik heb voor mijn vulling nodig wat uien, knoflook, suiker, tomatenpasta, wat kappertjes, chicken powder, zwarte peper, een snufje zout en natuurlijk gaat er wat zoetzure oogwurken in, wat mais, kip natuurlijk en hier heb ik gekozen voor doppertjes mix wortelen uit een, ja, een blikje of uit een flesje. Als je het lekker vindt met diepvries wortelen of doppertjes is het ook prima, wat u zelf lekker vindt. Oké, mijn boter is al aan het smelten. Ik ga dan mijn ui toevoegen. Dit laat ik bakken totdat hij glazend is. Hij moet niet bruin zijn. Er is even een vervelende vlieg hier in de keuken. Knoflook mag er ook bij. Goed. Wachten totdat hij een beetje glazend is.
Goed, ik wil dan nu mijn kip toevoegen, zodat hij meebakt. Ik ga alles doen. Ik wil ook zwarte peper toevoegen. Chicken poeder gaat erin. Wat suiker gaat erin. Aan het eind van dit programma zult u dan de exacte hoeveelheden in beeld zien. En natuurlijk kunt u, als u minder zout eet of minder suiker eet, kunt u dat natuurlijk ook verminderen. Dus wat u zelf lekker vindt of prepareert. Een slukje zout. Wat tomatenpuree. Om het vlees een beetje een kleurtje te geven. Laat ik gewoon alles gezellig meebakken. Goed. En omdat mijn vlees al voorgekookt is, hoef ik hem dan niet lang of te lang te bakken. Ik heb hem gewoon even op smaak gebakken met de ingrediënten. En nu ga ik mijn dopertemix wortelen toevoegen. En ik denk dat u heeft opgemerkt dat ik mijn wortelen niet heb gesneden. Vroeger deed ik dat. Maar ik snij hem gewoon in de pan hoor nu. Want door de hitte wordt hij dan toch iets zachter. En is hij dan ook makkelijk te breken. Dus ik bespaar mezelf die moeite. Goed, mijn mais. Als u geen mais in die pastei wilt, hoef je dat niet erbij te doen. Hoor. Want soms hoor ik mensen zeggen van ja, ze zetten geen mais in. Het is gewoon van persoon tot persoon. Wat je zelf lekker vindt, zet dat of zet dat niet. En natuurlijk mijn kappertjes. Waarom zet ik kappertjes? Tenminste, ik vind dat hoor. Ik vind dat het
een hele lekkere smaak, een aparte smaak heeft. Ik mis het toch wel wanneer ik pastei eet zonder kappertjes. Dus ik vind het gewoon lekker daarmee. En zo heb ik het ook geleerd. Dus vandaar dat ik het ook zet. En natuurlijk heel veel zoetgroenten. Hij ruikt lekker en ziet er ook lekker uit. Ja. En als u van plan bent een pastei te maken, is het natuurlijk ook fijn als u het een avondje of een dagje van tevoren alles klaar hebt. Dus u maakt de vulling een dag van tevoren, u maakt het deegje een dag van tevoren. En de dag dat u hem wil gebruiken, wilt eten, dan is het alleen maar uitrollen, vullen en in de oven zetten. Bespaart u zelf wat tijd en moeite. Oh ja, mijn augurken wil ik ook toevoegen. Ik denk dat dit genoeg is. Het hoeft niet te overheersen hoor, het is gewoon een beetje voor de smaak, een beetje een zoet-zure smaakje bij. Je hebt iets zout, iets zoets, iets zuurs in. En ja, ik ga hem even proeven. Er wacht nog wat zout bij. En dan is hij klaar. We gaan heel even wachten totdat hij is afgekoeld. Anders, als je hem in je deeg zet, of in je bak zet met je deeg, zoals je weet, heeft je deeg dan boter. En als je hem echt zo faya in je bak zet met je deeg, dan snap je wel dan dat je boter gaat smelten. Goed, ik ga hem uitdoen en heel even wachten totdat hij is afgekoeld. We zijn dat zo strakjes terug. Hi lieve kijkers, welkom terug in de keuken met G. Ik ga nu mijn tweede gerecht maken. In afwachting op die pasteivulling. We willen even dat hij afkoelt voordat we hem eigenlijk gaan uitrollen en vullen. Dus vandaar dat ik nu naar mijn tweede gerecht ga. En dat is een lekkere potje bruine bonen. Ik heb reeds eerder bruine bonen klaargemaakt. Maar alleen hadden we het als groente gegeten. Dus zonder vlees erin. Maar vandaag maak ik een bruine bonen met kip, met zoutvlees, met worstjes erin. En ik heb al een pot op vuur met olie erin. Wat heb ik allemaal nodig voor mijn bruine bonen? Of wat zet ik allemaal erin? Er gaat wat uitjes in, suiker, zwarte peper, chickenpoeder, tomatenpuree, een beetje barbecue saus. Tomaat natuurlijk, wat zout. En ik zei het al eerder, zoutvlies, kip, wat worstjes. En natuurlijk gewoon bruine bonen uit een blik gehaald. Ik wil nu dan mijn uitjes erin doen. En ik hou van mijn bruine bonen met heel veel uien. Groot gesneden uien.
En u zult hebben gemerkt dat ik geen knoflook zet. Ik had het toentertijd ook al aangegeven. Ik zet geen knoflook van bruine bonen. Als u knoflook zet, is dat prima. Het is ook lekker. En ik ga mijn uitjes ook wat glazen pakken. Hij moet niet aanbranden. Oh, vervelende vlieg. Maar ja, dat heb je als je in de tropen woont. Goed. Ik wil dan nu mijn kippenvlees. Ik heb hier gewoon wat kip in stukjes gesneden. En ik wil hem meebakken met mijn uitjes. Als u wilt, kunt u uw vlees vooraf pakken, gewoon in hete olie. Maar zoals u zelf weet, van die. Ik zoek niet extra werk voor mezelf, dus. Ik doe alles gewoon in één pan, in één pot. En ik bak alles gewoon lekker mee met mijn uitjes. Goed, wat zout gaat erbij. Chicken poeder. En zwarte peper. En natuurlijk wat tomatenpuree voor de kleur. Over heerlijke potje bruine boeren. Ja, wat suiker. Ja, het leek veel. Ik hou van mijn bruine bonen met heel veel. Niet heel veel suiker, maar hij moet in balans zijn. Een beetje zoet, zoutige bruine bonen. Straks ga ik hem even proeven. Als hij nog wat suiker nodig heeft. Of wat zout, maar ik denk. Misschien wat suiker. I like mine sweet. Ja, hij bakt al lekker mooi en hij krijgt ook al een lekkere mooie rode kleur. Dus dan is die kip eigenlijk niet bleek. Nee, ik wil mijn bruine mijn barbecue saus zetten wanneer ik mijn bruine bonen erin heb gezet. En dit laat ik even sudderen. Zeg maar 10 minuten. Ja, zeg maar een 10 minuten. En dan zetten we de rest van de ingrediënten erbij. Blijft u afgestemd. Lieve kijkers, ik heb mijn kip al zeker 10 minuten laten sudderen. Dus hij is nu al lekker gestoofd. Ik wil nu mijn bruine bonen erin doen. En dit ga ik dan ook mee laten koken. En zoutvlees wil ik ook erbij doen. Let wel, mijn zoutvlees heb ik vooraf uitgekookt. Dus hij is al lekker zacht. En als u geen zoutvlees eet, no sweat. U mag dat
weglaten. U hoeft dat niet erbij te doen. En dit ga ik laten sudderen. Zeg maar 20 minuten tot een half uurtje. Het is eigenlijk heel erg gemakkelijk te doen. Maar ja, natuurlijk moet je dan even wachten totdat die lekker gaar en lekker dik is geworden. En ik zei het al, ik wil mijn barbecue saus toevoegen wanneer ik mijn bruine bonen erin heb gezet. Zodat die ook lekker mee kookt. Het geeft het gewoon een aparte smaak, een lekkere smaak. Het moet niet overpowering zijn. Het moet gewoon ergens, daar ergens moet je hem gewoon proeven, maar hij moet niet overheersen. Het is wel vreemd in de Surinaamse keuken, maar probeer het. Het is heel erg lekker. It does make a difference. Goed, dit laat ik even sudderen. En terwijl ik hier afruim, ga ik dan terzijde tijd mijn pastee uitrollen, vullen en dan in de oven doen. Tot straks. Lieve kijkers, ik ga nu mijn pastee vullen. U ziet dat het al lekker is afgekoeld. Mijn pastee die is al lekker gechilled. In de koelkast natuurlijk. Ik heb hier twee ronde gewoon aluminium bakblikken hoor. Je kunt er niet gebruiken. Ik vind het gewoon makkelijk om het eruit te halen. Dus vandaar dat ik deze heb gekozen vandaag. En hier heb ik wat bloem om mijn tafelblad te bestuiven. Zodat mijn deeg niet plakt aan mijn tafel. Ik ga heel even mijn tafel bestrooien met wat bloem. Lekker gezellig om met bloem en deeg te werken. Ik zei het al, het is lekker slap, soepel en hij is ook lekker gechilled in de koelkast. Zodat ja, al het gluten gaat relaxen nadat je hem eigenlijk hebt gekneden en of gemixt in de mixer, met een mixer. Eén ding kan ik wel meegeven als je met de hand kneedt, dat je niet te lang gaat kneden. Waarom? Dan krijg je door die warmte van je hand eigenlijk dat je een taaie deeg kreeg, een taaie pastee deeg kreeg. Dus die tip wil ik wel meegeven. En nu gaan we rollen. Zo lekker soepel. Even schuiven. En natuurlijk mag u hem rollen naar gewenste dikte. Hij hoeft niet te dun te zijn, maar hij moet ook niet te dik zijn. Naar mijn inziens is deze dikte al goed voor mij. Trouwens, ik heb mijn bakblikken heb ik geboterd. Met wat boter. En ja. Hij is echt lekker soepel. Zelf. Oh ja, ik had ook voorgekookte eieren, dus niet vergeten om mijn eieren toe te voegen. De rand wil ik gewoon even mooi snijden. Overtollige deeg wil ik dan eraf halen.
Goed. En dan gaan we vullen. Een vliezige kippastei. Oké, dat gaan we even aan de kant zetten. En of nou, ik ga meteen mijn ei erop doen. Voordat ik vergeet. Goed. En nu wil ik hem dan heel even dichtmaken. Even excess bloem eraf doen. En dan gaan we hem dicht doen. Lekker de rand gewoon even dichtknijpen, dichtvouwen. Even ja en straks gewoon even met de egg wash bekwasten en dan gaat hij in een voorverwarmde oven voor zeg maar een half uurtje, hou het wel in de gaten, 350 graden. Ik ga verder met mijn tweede bakblik. En we zijn dan terug, we zijn straks terug met het eindresultaat. Tot zo. Hi lieve kijkers, we zijn aan het eind gekomen van deze aflevering van In de Keuken met G. Ik heb een kippastei gemaakt en een potje bruine bonen. Ik had u niet laten zien. Toen ik mijn washes erin had gedaan. Ik mag wel erbij vertellen dat ik de washes
Zeg maar 5 minuten voordat ik hem heb uitgedaan, heb ik de worstjes in de pot gezet. Dus ik heb hem niet te lang van tevoren erin gezet. Goed. Hij ziet er gewoon lekker dik uit. En ik heb hem zeg maar 30 minuten gewoon laten sudderen. Dus afhankelijk van hoe dik of hoe slap u hem zelf wil. Als u hem iets slapper wil als een soepje, dan hoeft u geen 30 minuten te laten sudderen. Hij mag dan iets korter. Maar natuurlijk wil ik een lekkere dikke bruine bonensausje. Dus vandaar dat ik hem zo lang heb laten sudderen. Ik ga nu even opscheppen. Let wel, ik heb nog geen soepgroenten erbij gedaan. En ja, ik heb ook Madame Jeannette pepers erbij gedaan. Heerlijk met bruine bonen. Oh. It's very hot. Een stevige portie natuurlijk. Heb ik een beetje gemorst, maar niet zo erg. Een lekkere stevige portie. En sausje. Madame Jeannette peper. Soepgroente. En ik wil ook een beetje zuur. Natuurlijk als u gebakken banaantjes erbij wilt. Heel goed ook. Heel lekker. En hier heb je dan mijn portie bruine bonen. En ik wil mijn pasteitje even aansnijden. The moment of truth. Ik zei het al, half uurtje in de oven op 350 graden, afhankelijk van uw oven. Dus kijkt u nu weg, let u steeds erop, want elke oven is natuurlijk weer anders. Dus hou het in de gaten, anders brandt hij aan. U zult ook hebben gezien dat ik een egg wash erop heb gekwast. Het is niks anders dan een eitje met een paar lepeltjes melk. Gewoon even klutsen en daarna erop kwasten. Ja, voorzichtig. Oeh. Ja. En natuurlijk hoort mijn pastei erbij. En, oh ja, ik ben vergeten, mijn gingerbeerie die hoort er ook bij. Ik haal zo meteen even een gingerbeerie uit de koeling. En natuurlijk heb je iets nodig om alles door te spoelen. Zo, lieve kijkers. Dit is mijn bruine bonen, mijn rijstbruine bonen. En hier heb je mijn pastei. En natuurlijk, ik zei het al, ik ga even een lekkere gingerbeerie inschenken. Even mijn dorst lessen. Het is niet zo moeilijk. Probeert u het thuis zelf. Ik zou zeggen, wees lief voor elkaar. Stay safe en een fijne kitty-kotty toegewenst aan u allen. Bye bye.